Goedemorgen. De dag na de nederlaag tegen Engeland ben ik in Culemborg, rechts van me de Jodenkerkstraat. En kijk eens hoe mooi. Half één. De Lek. Daarnet kwam de trein langs. Daar zat ik er net in, hè. Het is niet het Marskramerpad. Het is het Waterliniepad wat we lopen. Dit is een van de mooiste panorama's vanuit de trein. Als je hier over die sporenbrug rijdt, de trein. Nou, ik zal even een foto maken. Nou, wat wil je nog meer, hè? Twee treinen. Je kan je doorheen toch gewoon. Oh, het lijkt op dat fort onder Utrecht. Weer een bruggetje. Niet de trekveer dus. Oh, er komt binnenkort een trekveer. Oh, pas op, niet vallen. Dat is een gemaal. Kijk, dat is een gemaal, geloof ik. Kijk maar naar die katrollen. Ja, een prachtige route. Apart, zeg. Thank you.
Heb ik toch bijna in mijn kuiten gebeten, hè? Ja. Ja, ja. Een kleine keffertje. Nou, gaat u maar voor. Oh, ik wil zeggen... Ja, geeft niet. Beetje leven in, in het filmpje. Ja. Zie je, prachtig. Echt prachtig. Ik stop met filmen, want ik ben alweer bang dat ik dat ding verlies. Kom dan, stop. Ik sta nu bovenop. Daar is de spoorbrug weer. We hebben een ovaal gelopen. Ook hier is een bunkerroute vlak voor ons. Allemaal helaas wel met een hek. Even navraag gedaan. Dat is een stuk van de waterlinie van de verdedigingswerken van de Tweede Wereldoorlog. Ja, historische wandeling dit hoor. Aanrader jongens. Hier hadden we eraf gemoeten, hier hadden we rechtsaf moeten slaan, want we lopen deze richting om naar Leerdam te gaan. Dat doen we vandaag dus niet, dus de volgende keer gaan we vanuit het station van Culemborg dit pad doen en dan gaan we naar Leerdam. Dus deel 2 begint dan hier. Welkom, daar zijn we weer.